Snelheid en durf. Groot was de bewondering voor de coureurs van de autoraces voor sportwagens die elk jaar op de boulevard van Scheveningen werden gehouden. Die autoraces in Scheveningen waren voor elegante dames altijd een goede gelegenheid om zich van hun beste kant te laten zien. In 1925 werden voor het eerst de TT-races in Assen gehouden. Het circuit bestond nog niet en de races werden verreden over bestaande wegen in de omgeving van Assen. Met een vaartje van wel 90 km per uur stoven de motorcoureurs door het Drentse landschap. En dit is de winnaar van de allereerste TT-race, een glunderende Piet van Wijngaarden.